Zoals ik al zei, bemoeizucht is een dodelijke ziekte. Goedenavond, meneer. Oh, Stafford. Meneer, hoe komt u boven, meneer? Ben jij de schoonmaker? Ik ben schoonmaker. Ik ben van alles een schoonmaker, meneer. Ik schoonmaker. Laat me je papieren zien. Nee, ik ben van alles een schoonmaker. Het is zwart werk. Ik asiel ze direct uit Mogadishu, meneer. Alsjeblieft, het is zwart werk. Geen probleem. Laat me je papieren zien. Meneer, alsjeblieft. Hij is terug. We hebben geen water in de dingen. Nee, ik heb water in de dingen. Nee, ik heb het in de dingen. Zijn jullie kliniek wat drama is hier zo? Met taal je dat minor Somalië. Maar je taal had me gereden. Zijn jullie zo goed jou? Zijn jullie zo goed jou? Die foto op junior zijn kamer. Ja, u bent het. Gusto. Laat me u helpen, laat me u helpen. Trouwens, nog een soort zand is hier aan de hand. Ja, dit. Hé, wacht. Ik kan je helpen, hallo, wacht. Ondertussen was de tegenpartij helemaal op hol geslagen. Kappa door en aan. Nee, maar voor, ga je kappa. Kappa. Nee, voor. Ja? Nee. Miko, dat kan hij even voor. Ja, hoe zit ik hier, Taki? Jongen, als ik ga dat niet in, ik moet dat voor. Maar dat is ik wat trouwen. No. Maar je moet wat trouwen. Amma, Serafi, toch? Mhm. Ik ben Amar. Tell me that a deal for me with Aunt Jacoba. Me wanting and no more no Miss Kissing. Man, that me could take an eye. Not me well for man that he. What don't tell me? Me well for man. That's what I want to. Me wants up if me take a bra, if me carry it up used to. That me could take an eye. But I say you game fast too. One, miss up some you want it. Say when you want a Nazi. Don't be giving me pressing. Don't scratch up. You got to. I'm sure I'm going to be there, so we'll go get on. I'll be giving me a small grommet, they're not stole me. I got to go to the friend. Ja, met mij. Wil je de eerst komende 20 minuten iemand boven laten en geen enkele telefoongesprek doorsturen? Ja? Ik wil even niet gestoord worden, is goed. Mim go op het parkeer even jaren, want ze moet iets putten. Ja? Nou, voor schat, ik heb dus. Wacht die mee, kom. Meko jaren? Ja, bijna. Zo, kom hier maar naar dat cheese, want ze hebben ze daar zo bij. Ze hebben ons daar ja zo. Tando. Diamond deed in het geheim aan territoriumuitbreiding. De dood was haar machtsmiddel. En deze mannen zouden misschien nog een onderdeel van de oplossing kunnen worden. Kan je jas hier ophangen?
presentatie. Ja, dat was leuk. Ja, hè? Het is fijn om met die jongeren te werken. Dus het enige wat je moet doen, is van die set zo op een rijtje en je legt. Hey. Reageren, wie is dat? Rupplino, collega van. Kom binnen, het is juniors of aardig. Ik heb jullie hulp nodig. Hoe ben je binnengekomen? Ik heb jullie hulp nodig. De dingen gaan nooit zoals je het plant. En je kan nu eenmaal niet alles zelf doen. Maar als je afhankelijk wordt, ja, dan heb je een probleem. Ja, wel. We luisteren. Ik weet wie je collega heeft gedood. Je bedoelt vermoord? Ja. En wie heeft gedaan volgens u? De vader van Junior. Oh, Junior. Degene die nu vermist wordt. Ja. Weet u nu waar hij is? Ik weet het niet, maar ik weet waar hij binnenkort naartoe gaat. Ik vertel het jullie alleen als jullie beloven hem niet te arresteren. Hij wordt gearresteerd en hij krijgt een eerlijk proces. Wat is er met jullie? Hij is een goede man. Daar ga jij niet over, daar gaat de rechter over. Dan heb ik niks meer te zeggen tegen jullie. Dan ga je de gevangenis in totdat je alles vertelt. Nee? Je gaat het bakken. Is dit een goedkoop bedkoproutine? Ik doe niet meer met die onzin. Hij gaat gewoon de gevangenis in. Hij houdt informatie achter. Hey, jullie kunnen me niet arresteren, man. Dat is een kwalijke zaak. Jullie kunnen me niet arresteren, hallo. We hebben die bed. Loop. Mijn jas, pak mijn jas, pak mijn jas. Loop. Hoe gaat het met Doken? Met Doken gaat het goed, mevrouw. Ze doet heel veel voor de kerk. Daar is ze mee bezig. Meneer, hou me niet voor de gek. Ik weet precies waarmee Doken bezig is. Yo! Isaf Gisumai Rokoto. Bigato. Volg. Volg. Bosin. En trouwens, ik weet ook precies wat in die tas zit. Wanneer gaat ze nou stoppen met dit gedoe? Mevrouw, ik denk dat ik moet gaan. Kunt u alstublieft de tas aangeven? Dus wat? U denkt dat ik geen hart heb voor de zaak? Maar heeft u wat met Doken? Mevrouw, Doken is een soldier. Ze heeft andere dingen aan haar hoofd. Zou u de tas kunnen aangeven, alstublieft? Is dat zo? Komt u verder, meneer? Ik wist niet of dit een geschenk was uit de hemel of uit een warmere plaats. Ik had in elk geval de seks nodig. Niet zo snel, meneer. Wat kan ik doen om een bijdrage te leveren aan deze strijd? Denk eens goed na, meneer. Op dit moment voelde ik me meer een houten lul dan een houten jas. Van mevrouw Vrede of nog Vrede? Nina Trefo. En ondertussen. Goedendag mevrouw, recherche Rotterdam. Goedenavond. Mijn collega Pieter Welterwee. Mijn naam is Wim de Groen. Ja. Goedenavond. We komen in verband met de verdwijning van uw zoon, Junior. Ja, wat is er gebeurd dan? Nou, mevrouw, rustig aan. Er is niet zoveel aan de hand. We komen geen slecht nieuws brengen. We komen slechts informatie inwinnen. Maar kunnen we in verband met de gevoeligheid van de zaak even binnenkomen? Nou, als het moet, vooruit dan maar. Ja. Gaat u maar zitten, mevrouw.
ruik ik nou? Koffie, mevrouw? Van die lekker verse... Even niet, geen koffie. Goed. Wij komen hier vanwege de aangifte die u gedaan heeft, wat met de verdwijning van uw zoon. Ja, dat klopt. Ik heb aangifte gedaan, ja. Bij die aangifte heeft u ook beweerd dat een collega van ons, rechercheur Anton Wielingen, daar iets mee wil doen heeft. Klopt dat? Dat klopt. Alle jongens die vertellen dat Anton DA heeft meegenomen. Nou mevrouw, we nemen die zaak hoog op. Want de heer Wielingen is een week geleden voor onze ogen doodgeschoten. Dat is gebeurd door een man die zich als zwerver had verkleed. En ja, we denken zelf dat Junior misschien ook in levensgevaar is. Ja, en die zwerver heeft nog een euro van ons gejat. Toch ons koffiegeld, toch, Gepie? Ik heb het al gezegd, geen koffie! Kent u de heer Eduard? Ja, dat klopt, ik ken Eduard, ja, van de jongerenwater. Hij heeft mij in een vertrouwelijk gesprek gevraagd om de vader van Junior bij te staan. Hij denkt zelf dat hij bezig is met een wraakactie. En dat hij zo zijn eigen leven in gevaar kan brengen, die vader van Junior dus. Ik heb soms het gevoel dat de Eduard alleen maar onzin uitkraamt. Ja, dat dacht ik ook. Maar stel dat het waar zou zijn. Stel dat de vader van Junior echt bezig zou zijn met een wraakactie en nu eigen rechter zou spelen. Ik denk dat u hem wel zou vragen om zich aan te geven bij de politie, hè? Nou, zal ik je wat zeggen? Ik piek het er niet over. Ik wil helemaal niet aan iemand denken, joh. Is uw Roos in zwaar weer terecht gekomen? Mevrouw, hij heeft zoiets van... Die nou, openheid. Luister, zijn jullie klaar? Van haat. Goed mevrouw. Ik zal jullie vriendelijk wel verzoeken mijn huis te verlaten nou. Wij komen spoedig terug. En hopelijk met dit nieuws. Dank u wel voor dit. Dank u wel. Tot ziens. Ja, dag. Zo, wat had jij nou weer, man? Onbeschaamd koffie bedelen. Je zet ons gewoon verschut. Nee, zij is onbeschaamd. Het is normaal goed Hollands gebruik. Wanneer je ergens aankomt, mensen, kaas u de gastvrouw, zeg van, wilt u een kopje koffie? Meneer, wilt u een kopje koffie? Ik zet een lekker bakje koffie voor u. En dan zeggen wij, kijk, dat inburgeren, dat is een soort van, inburgeren. Dan zeggen wij van, nee, mevrouw, dank u wel, vriendelijk aangeboden. Maar we komen hier alleen maar voor een vraagje enzovoort. En dan zegt zij van, nou, ik heb toch gezet, lekker vers, geen probleem. Dan zeggen wij van, nou goed mevrouw, nemen wij goed, dank u wel, lekker. En dan zijn we blij, dan heb je ook iets gegeven enzovoort. Inburgeren, word je scheidsziek van. Kom kwestie maar. Van normen en waarden. En dat gelul over die roos, man. Ja, wat nou over die roos? Vind je dat niet een beetje merkwaardig? Je zit aan de keukentafel, staat een klein vaasje in met één roos en die is geknakt. Gekoesterd, geknakt. Zo'n symbool, een idee van een mislukte poging om iemand te haten. Je bent wat vergeten, joh, klootzak, joh. Wie? Zo'n zwerver bijvoorbeeld. Volgende keer als je komt, wakka via VC doro, dan ga ik ook wakka via VC doro. Want jij naar Jorka. Wat? Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar als wij hier gaan posten, dan gaan we die zwerver tegenkomen. Nou. Daar heb ik nog niet over nagedacht, hè? Nee, natuurlijk heb je daar niet over nagedacht. Jij zit de hele tijd maar naar die vrouw te kijken. Naar de mooie benen en naar de mooie borsten. Vind je hem hartstikke gaan leuk. We weer, daar laat gaan we weer. Dan maar verder aan mij over. Dan komen we nog wel ergens. Man, hou toch eens je kop. Mooie vrouw trouwens. Prachtige vrouw. Hou nou eens je kop. This one is too tough. Zodra de treffende regisseurs hier zijn, dan kom ik wel naar huis. Wat is dit?
Waar is je collega? Weet ik niet. Ik probeer hem aan 11:30 te bellen. Ik krijg geen bereik. Ja, want ik heb jullie al twee opvatten. Ja. Een gesprek met jullie wel hebben over deze hier. Ja. Waarom zit deze meneer in de cel? Nou, deze meneer weet wie onze collega heeft vermoord en hij wil het niet zeggen. Dat betekent dat de moordenaar nog vrij rondloopt en dus er veel meer slachtoffers kunnen vallen. Aha. Dus, en wat heeft u daarover te zeggen, meneer? Ik zeg niks, ik wil een advocaat. Oké. Dus we laten u gewoon gaan. En dan moeten we maar gewoon zien hoe het verder gaat. Wat? Ja. Nou, het is helemaal niet grappig hoor. Nee, maar je moet gewoon rustig blijven en vertel je verhaal. Wat er allemaal aan de hand is. Je kan gewoon gaan. Ja, ik ben vrij. Je bent vrij om te gaan. Oké. Ga dan maar naar huis. Je mag het, ga je zien. En weet dat je nog niet van me af bent, hè? Weet het. Wat is dit nou? Ga even rustig zitten, dan kunnen wij een gesprek doen. Ja, we doen dit op mijn manier. Het is de harde waarheid, maar je bent een slim agent. En je moet ook een beetje aan je toekomst denken en aan je promotie. Ja? Wel, ik hoop dat Anton de enige was die scheve schaatsen reed. Als ik merk dat één politieman of vrouw hier op het bureau of elders de wet aan het verbuigen is, dan zorg ik ervoor dat het hele zootje wordt opgesloten. Ook al zou ik aangifte moeten doen tegen u, meneer de commissaris. Ben je klaar? Ik ben klaar. Dat is prima. Ik had nu mijn tas opgehaald. Het feest kon nu echt beginnen. Ik had dus van feestslingers tot feestmutsen, van kogels die gevuld waren met fosfor en... Nou ja, laat me niet alles verklappen. Ja, ze wil dat je het geld gaat opgraven om haar nieuw project te financieren. Ja. Vandaag dus. Oké. Zie je. Hoi. Zoals ik al zei, niemand is 100% betrouwbaar. Nou. En niets is wat het lijkt. Nu wil ik dat jullie gewoon uit mijn huis gaan. Dat is geen probleem, meisje. What am I want, well, what am I go get? What shall we pass them up? What shall we fuck them up? What am I want, well, what am I go get them? Should I never ever disrespect them? If I want you, I want you, I'm gonna get some. We shut the man, we afraid of no one. Soon as we see a me pass shots with me knock knock. Me keep on squeezing, me no stop till me see blood drop. Ik was in een val gelokt en nu moest ik me eruit zien te klokken.
Zoals ik al zei, als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je onderdeel van het probleem. And no, you are afuchan go so pem kafen dema. Me bebos fuk do engi dema. No se dema bokir doka. Ere ma saptak ibe ketek wantas. Dema kot adena fesi. Dema kon bedrein mi te in mi oso. Are you denk me, baby? Sorry dat we zo binnenkomen vallen. Ik ben Brechtold en dit is Bob. Hoe gaat het, meisje? Hij klinkt mooi, maar meneer Brieb, you. Ik ga het kort en simpel houden. We hebben je zuster gevangen genomen en we gaan haar vermoorden. Als je niet doet wat wij zeggen. Wat moet ik doen dan? Minima, vertel het dit man. Want mijn vrouw is kwetsbaar. En daarom maak ik me misbruik van de situatie dat hij. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Huh? Je voelde de vorige keer dat er iets niet klopte. En toch maakte je misbruik van. Oh, dat je bedoelt. Ik begrijp nu dat het een cadeau was van Brechtold. Ik ga hem persoonlijk bedanken daarvoor. Maar ik ga jou toch als lokhaas moeten gebruiken. Hé, hey, luister. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Je hebt geen keus. Is het een bedreiging? No, no, no. Je bent sowieso ten dode opgeschreven. Je denkt dat je me met je taal hebt. Je maakt me aan de hand door de maatschappij. Je je enigste kans naar je rook om mee. Wat moet ik doen dan? Nou, spam. Mobilita de sofara. Sapsa je tak in je oso. Je wordt afgenomen. Ondertussen werd mijn hulp buitenspel gezet. Ik heb een boodschap voor je. Je kan je beter met je eigen zaken bemoeien. En dit is een waarschuwing. Gelukkig had ik Muriel nog. Alleen mi avans ma van oude voor je hebt mi chawans aan geleverd. Dan als mijn doen. Mrewa wadi chawans aan geleverd na Allah. Hey, we baka. Nukuno, mi wan je plu. Mi kare awagi. Mi wan do Allah sani kumi tika kom baka na osisem. Ona mi bere ebro mi na wano mo kado gini. Abu, nda je kan doen. You, Kwasi, wat man Schiphol? Schiphol? Na goeie goeie bij je. Loes mo loes om, brada. Mo loes om. Wat is dat maar schoon, Frede? Frede, you is ribi, brada. You know she saves her. Look me alone too. Opo jij. Na zo zo dede, me hi dede, me smer broodu. De brada, voet top top. Na nga sa ogo viseer. Na zo zo siki man. Zo zo lau man. If unwani, unkantang. Uza go kotwa tigi tank ya koba na nga om yusu. Mami ogwe. Na fa waka nga mida ambitido. Fa waka nga yu. Mi take mi andil. Santa abra. Unsa prati. Da yes demoni yef mekida na agwe egwe. Mikba. Bigis mataki. Yum sap oteye bigin. En yum sabi oteye tapu. Yemi ayuru door of tapu. Moni def meki biki jo. Te konyang. Am gia si pasi brada. Kwasi. Kogwe. Abi patas ka pawi ka taka wagi brada. If you put me you can hora wagi. Nangala den for wheel. Te trafasta dara ma pota mas ka pawi. Ik had een telefoontje gekregen dat de ratten het zinkende schip probeerden te verlaten.
En dat was niet de bedoeling. Ik voel me schuldig ten opzichte van u. Want u vraagt zich misschien af, hoe weet ik dit allemaal? Hoe kom ik aan de informatie? Ik heb u niet al mijn kaarten getoond. Alles op zijn tijd. Ik ga even een sigaretje opsteken. Ik hoop dat hij het niet erg vindt. Nee, maar van niet. En nu was tante Jacoba dus in het land. En ja, ik wou je liever in wat meer comfortabelheid vervoeren, maar ik ben maar een kleine jongen en moet ook maar mijn brood verdienen. Dus de een is brood, is de ander. Nee, wat is het nou? Ja, de een is dood, is de ander is brood. Dus bij deze, ik breng je zo op je eindbestemming. Een beetje raar dat het lijkt niet gekoeld. Daar ben ik bang voor. Ja, toen na zo'n lange afstand dat het lijkt in staat van ontbinding verkeerd. Oké, nee, is goed, prima. Ik heb u via de heer Soeren de beeg binnengekregen als klant en dan begrijp ik ook heel erg dat wij heel discreet omgaan met u. Ja, gegevens en alles en ik ga niet te veel vragen stellen. Zorgo tak, sa u spreek af. Alek moest dit appen, asem de, asem juro. En u neem ik grap. Nu zo, Yusref om ik gebruik voor je eigen service. Yusref o zet je eigen begrafenis, met of zonder koeling. De contacten in Suriname hadden hun woord gehouden. De cocaïne was nu het land ingesmokkeld. En ik wist precies welke route er gereden zou worden, waar het naartoe zou gaan en hoe laat op welke dag. Ik zei, ik sta bij u in het krijt, maar alles op zijn tijd. Jongen, man. Ach, wat is het nou, man? Ik ben op straat gestaan. Ik heb niet in de bank, zo moet je houden. Hé! Hey. Hé, hey, rustig, man! Ik had nu hulp van Muriel, van Rivellino en de drugscourier. Edward was uitgeschakeld. Waar is het lijk? Nou, dit is nu tante Jacoba. En wat is dit vuilnis? Wat is dit allemaal? Weet je wat het is? Ik snap helemaal niet.
Hoe ben je het niet? Hier spelen. Mooi hè? Ja, die gooien we allemaal weg. Nee, die mag niet deel te hebben. Kom, ga maar slaan. Dit nog dicht. We gaan allemaal weggooien. Weggooien. Zonde dit man. Roe. Uno kan praten jong. Huh? Praten. Roe. Kom praten jong. Staan. Even heren, als jullie eerst willen tekenen voor ontvangst. Ja. 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 Oké. Oké, oké. Thank you.
No, 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 no,